Er zijn van de zomer al 2 keer zoveel Nederlandse vakantiegangers in het buitenland beroofd als vorig jaar. De partij van ex-minister Weizmann steunt de Israëlische Arbeiderspartij als die een coalitiekabinet zou gaan vormen. De barricaden tussen Oost en West Beirut worden geslecht, zodat beide stadsdelen herenigd kunnen worden. Goedenavond. Vakantiegangers in het buitenland worden steeds vaker beroofd. In landen als Spanje, Italië en Frankrijk is het aantal Nederlandse slachtoffers verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. In de meeste gevallen worden de slachtoffers op de parkeerplaatsen gezocht. Vooral als duidelijk zichtbaar is dat er iets te halen valt, wordt soms binnen enkele seconden een achteruit van een auto ingeslagen en blijven alleen de glassplinters achter. De Nederlandse slachtoffers van die berovingen, 100 tot nu toe, kloppen in de meeste gevallen aan bij de ANWB. In Frankrijk bij het steunpunt van de alarmcentrale in Lyon. Daar worden de mensen verder geholpen en van daaruit ook worden de nieuwe achterruiten besteld, ingepakt en naar de betreffende garages gestuurd. Ja, wij hebben het een beetje gekarakteriseerd als het jaar van de kijkgrijp. Ruitjes worden ingeslagen en mensen worden beroofd op de meest verschrikkelijke wijze. En als ik nou zie dat wij zo'n 50% meer ruitjes versturen, ja, dan vind ik dat een hele slechte ontwikkeling. Er zijn ook autowegpiraten, wat doen die? Nou, die stelen dus hele snelle auto's, met name hier in Frankrijk. Die rijden dan mensen klem, halen of de hele auto leeg of nemen de auto mee. En dat gaat onder bedreiging. De afgelopen dagen zijn er vooral Belgen, Engelsen en Duitsers gepakt. Maar wij verwachten eerst de Nederlander ook ieder moment. Vooral 's nachts op de parkeerplaatsen zijn de risico's groot. De Franse politie heeft daarom besloten extra nachtpatrouilles in te zetten. In Zuid-Duitsland veroorzaakte het vakantieverkeer vandaag eindeloze files op de autosnelwegen. Op de weg München-Salzburg stond vandaag op een bepaald moment 100 kilometer langzaam rijdend of stilstaand verkeer. Het bumper aan bumper rijden werd er door het slechte weer zeker niet aangenamer op. Het was maar 16 graden en bovendien waaide en regende het behoorlijk. Slippartijen en botsingen waren het gevolg. 7 passagiers van een Britse bus raakten licht gewond. Verder was er alleen blikschade. De fractie van de Israëlische oud-minister Weizmann wil steun verlenen aan een coalitie onder leiding van de socialisten. De fractie van Weizmann haalde bij de verkiezingen van afgelopen maandag maar 3 zetels. Toch is de steun van Weizmann belangrijk, omdat de Socialistische Arbeiderspartij van Simon Peres nu een goede kans maakt in een nieuw kabinet te komen. De socialisten haalden maar 44 zetels, terwijl een kabinet op minstens 61 zetels in de Knesset moet kunnen rekenen. De Arbeiderspartij had al de steun van diverse andere kleine fracties. De Likud-partij van premier Shamir haalde maandag 41 zetels. De Libanese hoofdstad, de verdeelde stad van moslims in West en christenen in Oost, dat Beirut wordt herenigd. Het leger is vandaag begonnen met het opruimen van alle restanten van de oorlogsgrens tussen de 2 stadsdelen. Woensdag moet het klaar zijn. Of dat lukt is echter niet zeker, want er liggen nogal wat onaangename verrassingen tussen de barricaden. Landmijnen, mortieren en granaten die tot ontploffing worden gebracht, zoals bij de verhoogde rondweg bij de haven in het noorden. Een belangrijke weg die vandaag dus weer bruikbaar werd gemaakt. Na de mijnopruimers kwamen de bulldozers in actie. De commandant van de gehele operatie zei opgetogen tegen verslaggevers dat alle barricaden zullen verdwijnen en dat er niet langer een West- en een Oost-Beirut zal bestaan. Gezamenlijk zullen moslim- en christensoldaten de grenszone bewaken, als de bulldozers en de mijnopruimers alle overblijfselen hebben verwijderd van wat lang de onneembare grens is geweest tussen 2 stadsdelen. Een front dat Groene Lijn werd genoemd, omdat het er eens mooi groen was. Maar toen heette Beirut nog het Parijs van het Midden-Oosten. Puinhopen nu, maar de voor de oorlog gevluchte bewoners keren terug, omdat het vredesplan van begin deze maand werkelijk wordt uitgevoerd, zoals vandaag met de hereniging van Beirut. 300 brandweerlieden probeerden vandaag 8 verschillende bosbranden te bestrijden in de Ardèche, in het zuiden van Frankrijk. Volgens de brandweer zijn die branden aangestoken.
In het noorden van de Ardèche, een streek waar zomers veel toeristen naartoe trekken, brandde bij Annonay vanmiddag al 30 hectare naaldboombos af en werden enkele huizen bedreigd door de vuurzee. Bij Valence brak vanmiddag een brand ook uit die ook een gevaar vormde voor een aantal woningen. Een korte gevangenismuiterij in de Spaanse stad Barcelona heeft geleid tot de dood van 2 gedetineerden. De opstand begon afgelopen nacht in de jeugdgevangenis Santissima Trinidad. Een groep van 28 gevangenen sloot zich op in een van de slaapzalen en stak matrassen in brand. Ze protesteerden tegen het plaatsen van 5 medegevangenen in isoleercellen. Politie en brandweer wisten de gevangenen te bereiken door een gat te hakken in de muur van de slaapzaal. 2 gedetineerden waren toen al door rookvergiftiging om het leven gekomen. Een derde en 9 politiemensen kregen ademhalingsmoeilijkheden en moesten naar een ziekenhuis worden gebracht. Bij een botsing tussen een bestelwagen en een passagiersbus in Spanje zijn gisteravond laat 7 mensen om het leven gekomen. De slachtoffers zijn allemaal lid van 1 familie, Portugezen, die op weg naar huis waren na een vakantie in Frankrijk. Het ongeluk gebeurde bij de stad Palencia, ten noordwesten van Madrid. De wagen van de Portugese familie, die ziet u boven op de foto, kwam op de linkerhelft van de weg en botste frontaal tegen de bus. 17 buspassagiers raakten gewond, van wie 7 ernstig. Volgens de politie verloor de bestuurder van het bestelbusje de macht over het stuur doordat hij te hard reed. In de afgelopen week is er bijna 5000 kilo hash met een waarde van een kleine 25 miljoen gulden aangespoeld op de Spaanse stranden. Dat was in de buurt van Tarragona, zo'n 100 kilometer zuidelijk van Barcelona. Maar ook aan de Spaanse noordoostkust is hash aangespoeld. 800 kilo. De hash zat in zakken van elk 40 kilo. En daarop stond Holanda azúcar, Nederland suiker. De Spaanse politie, aan wie de hash is overgedragen door de vinders, en dat waren badgasten en vissers, die politie vermoedt dat de hash in zee is gegooid, omdat de bemanning van de boot met drugs bezoek van de kustwacht vreesde.